Hoi, mijn naam is Yvonne van Onderwijs Maak Je Samen. En samen gaan we in de komende training ons verdiepen in het thema gedrag. Loop jij daar nou ook zo tegenaan in je groep, dat het lastig te sturen is soms... en dat je niet precies weet hoe en waar je invloed kunt uitoefenen? Wat je moet doen met een ingewikkelde groepsdynamiek en hoe je daarop moet sturen? Ik hoop in de komende training dat je gemotiveerd en geïnspireerd raakt om met gedrag aan de slag te gaan... en dat je ook leert anders te kijken naar moeilijk gedrag van leerlingen... Zie het als een signaal. Maak jezelf onderdeel van het probleem, dan ben je ook onderdeel van de oplossing. Veel plezier! Nou, we beginnen met de spellingles vandaag. Uh, wat gaan we vandaag leren? Kijk heel even mee. Het doel van vandaag is: we gaan woorden met een Griekse ei leren. Het is geen nieuw doel voor jullie, want jullie hebben dat vorig jaar al geleerd in groep 7. Vandaag gaan we het dus herhalen. Wat gaan we daarbij doen? We gaan straks uit ons gele boekje afdekken, arceren, opschrijven en nakijken. En dat twee keer bij alle woorden. We gaan een dik 2 doen. We gaan opdrachten uit het werkboek maken. En als je klaar bent, dan ga je op Spellingspeurders de categorie oefenen. We werken zo meteen 10 minuten lang met een rood stoplicht. Geen vragen, opdracht 1. Ik zal het wekkertje op 10 minuten zetten. Mocht je ondertussen vragen hebben, mag je best je vragenblokje neerzetten. Maar de eerste 5 minuten loop ik niet rond, laat ik je echt even zelf werken. Na 10 minuten Gaat het wekkertje, zet ik het stoplicht op geel en kun je het dik tweetje gaan afnemen. Let goed op het stoplicht, kijk naar de timer, de eerste 10 minuten en zorg dat je binnen die 10 minuten opdracht 1 helemaal gemaakt hebt. Succes!